U kent ongetwijfeld allemaal de uitspraak, er zijn leugens, grote leugens en statistiek. En volgens mij is dat ook in grote mate van toepassing op wat er tegenwoordig gebeurt op het gebied van cybersecurity. Wat komen we namelijk vaak tegen? Dit soort uitspraken. De kans op een succesvolle cyberaanval in mijn organisatie is 20%. Of allerlei varianten daarop. Iedereen denkt dat als je iets wil gaan doen met risicomanagement op het gebied van cybersecurity, dat je dus iets met kansen moet doen. Want statistiek is nou eenmaal kansen. Maar dit betekent helemaal niks. 20% wat? 20% per jaar? Tot in het oneindige? Dat ik ooit aangevallen word, is de kans 20%? Ja, ik weet niet eens hoe lang mijn organisatie nog bestaat. Dus als je wil gaan kijken hoe kwetsbaar jouw organisatie is voor bijvoorbeeld cyberspionage, dan zul je het beter moeten doen dan dit. En iets beter is bijvoorbeeld al zoiets. De kans op een succesvolle cyberaanval in mijn organisatie in de komende 5 jaar is 20%. Dat zegt iets zinnigs. En eigenlijk, en dat is iets wat heel vaak fout gaat, hebben we het dus helemaal niet over kansen, maar hebben we het over frequenties. En de mensen die risicomanagement doen, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid tegen overstromingen, die snappen dat. Want die zeggen, een acceptabel risico is dat dit gebied eens in de 10.000 jaar overstroomt. En dat is geen kans, dat is een frequentie. Dat is eens in de 10.000 jaar, ofwel 1/10.000ste keer per jaar. En dat is frequentie. Maar dit is maar één deel van het verhaal, want er gaat meer mis. En in het bijzonder gaat dit vaak mis. Als je het hebt over risico op het gebied van cybersecurity, dan zijn er twee verschillende dingen. Namelijk, jouw systeem is in zekere mate kwetsbaar. Jouw organisatie heeft zwakheden, menselijke, technische, waardoor het voor aanvallers wellicht mogelijk is om binnen te dringen. Maar dan moet er ook wel een dreiging zijn. Dan moeten er aanvallers zijn, spionnen, whatever, die geïnteresseerd zijn in jouw organisatie. En die dreiging, dat is iets wat in de omgeving zit. De kwetsbaarheden zitten in jouw systeem, in jouw organisatie, en de dreiging zit in de omgeving. En dat zijn twee heel verschillende dingen. Dus als jij het wil gaan hebben over risico's, cybersecurity risico's in je organisatie, dan de dreiging in de omgeving verandert. Oh help, ik dacht dat alleen maar scriptkiddies achter mij aan zaten, maar nu zit de NSA achter me aan. Ja, dan verandert dus de dreiging, maar in principe verandert er niks aan de kwetsbaarheid. En als je dus flexibel wilt zijn in je risicoanalyses, als je wilt om kunnen gaan met veranderingen in de dreigingscontext, dan moet je dus je risicoanalyse op een andere manier aanpakken. En wederom, in een ander domein heeft men dat al heel goed begrepen. In de fysieke veiligheid, inbraakwerendheid van woningen, wordt die inbraakwerendheid in behoorlijk veel detail gespecificeerd. Namelijk, ten eerste wordt de gereedschapsset gedefinieerd waar de aanvaller over kan beschikken. Eén schroevendraaier van 375 mm, één schroevendraaier van 260 mm, een pijptang, waterpomptang, wig, hamer van 200 gram en diverse kleine gereedschappen. En een aanvaller die over die tools beschikt, mag er niet korter over doen dan 3 minuten om binnen te komen. Met andere woorden, dit wordt fysiek getest. Er worden mensen ingezet met deze gereedschappen. En het raam of de deur of wat dan ook mag niet binnen 3 minuten open zijn. Dus twee elementen hier. De gereedschapsset, dus de eigenschappen van de aanvaller in feite, worden in detail gespecificeerd. En er wordt een tijd aangegeven, een kwantitatieve maat, voor hoe lang het dan moet duren. Oftewel, hoe moeilijk het is. Er zit hier iets paradoxaals in. Want wat je eigenlijk aan het doen bent hier, is een maat aan het geven voor je kwetsbaarheid. In dit geval het omgekeerde, dus voor je control strength, zoals het zo heet. In dit geval de inbraakwerendheid. En die maat die je wilt geven, moet in feite onafhankelijk zijn van je aanvaller. Je wilt een maat geven voor de sterkte van die pui,
die in principe niets zegt over de aanvallen. En wat je daarom moet doen, is juist die aanvallen specificeren. Als je bij wijze van spreken zou zeggen van ja, dit raam of deze deur moet 3 minuten inbraak weer 3 minuten inbraak vertragend zijn. Dat lukt dus niet, omdat dat afhankelijk is van je aanvaller. En om het onafhankelijk te maken van je aanvaller, moet je juist die gereedschapsset gaan specificeren. Nou, dat is iets heel paradoxaals en dat hebben we in cybersecurity nog niet helemaal goed begrepen. Dus om de kwetsbaarheid onafhankelijk te maken van de aanvaller, moet je de aanvaller expliciet maken in je kwetsbaarheidmaat. Gereedschapsset A. En natuurlijk kun je het dan ook voor gereedschapsset B specificeren. En dat wordt ook gedaan met verschillende niveaus van inbraakwerendheid. En dit is dus het centrale punt waar ik het vandaag over wil gaan hebben in relatie tot cyberspionage, in relatie tot het navigatiesysteem van Trespass. Wie is de aanvaller? Welk doel, welk gereedschap, welke vaardigheden, welk budget? Kun je van alles over zeggen, maar hoe gebruik je dat nou in je risicoanalyse? Hoe gebruik je in je risicoanalyse of je te maken hebt met script kiddies of met de NSA? Even kort iets over mijn eigen achtergrond, om ook een perspectief te geven van hoe ik in deze discussie verzeild ben geraakt. Ik heb een achtergrond in de informatica, maar ook in de filosofie van de techniek. Dus ik probeer altijd de diepte in te gaan in termen van waar hebben we het nou over, wat betekenen dingen. Nou ja, je ziet hier ook weer wat betekent risico, wat betekent kwetsbaarheid. Ik heb inderdaad mijn promotieonderzoek gedaan bij Bart Jacobs aan de Radboud Universiteit. Dat was op het gebied van stemcomputers en stemmen via internet. Daarna ook nog een jaar ongeveer voor het ministerie gewerkt op die onderwerpen. En toen weer terug in de wetenschap op verschillende projecten. In het bijzonder, een thema wat telkens terugkomt, is het op één lijn brengen van digitale, fysieke en sociale kwetsbaarheid als het gaat om informatiebeveiliging en cybersecurity. Op een project gewerkt dat keek naar security in elektriciteitsnetwerken, transmissienetwerken. En daarna begonnen aan Trespass, waar ik straks nog meer over ga vertellen. Overigens, het is misschien al opgevallen dat de rest van de slides in het Engels zijn. Maar ik zal gewoon Nederlands blijven praten. Centrale vraag van mijn onderzoek en ook van Trespass is in feite welke investeringen in cybersecurity zijn zinvol. Met andere woorden, als ik wat geld over heb voor cybersecurity, waar moet ik het dan instoppen? En dat kan awareness zijn en dat kan technische maatregelen zijn. Dat betekent dus ook dat je die dingen met elkaar moet kunnen vergelijken. En dat is in feite een missing link tussen cybersecurity en risicomanagement. Ik heb al gezegd dat het modelleren van de aanvallen daarvoor essentieel is. En wat we in Trespass doen, is de stap maken van attack trees, ik zal straks uitleggen wat dat zijn, naar attack navigators, navigatiesystemen voor cyberattacks. In het bijzonder, en dat is door Marietje Schaken ook al genoemd, er bestaat geen 100% veiligheid. Met andere woorden, zeggen mijn systeem is gehackt, daarom is het niet veilig genoeg en moet ik er dus zorgen dat het 100% veilig wordt, dat lukt niet. Dus wanneer is het zinvol om te investeren in maatregelen? En het raamwerk wat wij gebruiken om die vraag te beantwoorden, dat heet Factor Analysis of Information Risk. Ik zal niet in detail op alle termen ingaan. En eigenlijk is het beter om het zo neer te zetten. Wat is nou een risico? Nou, een risico hangt af van hoe vaak dingen misgaan en hoe erg het is als ze misgaan. Vaak aangeduid als kans en impact. Maar merk op, en dat zegt dit framework ook, het is dat waar ik helemaal aan het begin over had, dat zijn dus eigenlijk helemaal geen kansen, dat zijn frequenties. Hoe vaak kan ik nou verwachten dat ik in de problemen raak met cybersecurity? Nou, dat hangt af van hoe vaak ik aangevallen word en hoe kwetsbaar ik ben. En dan kun je er nog dieper in duiken, ik ga niet alle details bespreken, maar hoe kwetsbaar ik ben. Met andere woorden, hoe groot de kans is dat een aanval lukt als een aanvaller het probeert. Dat hangt weer af van mijn control strength, inbraakwerendheid, maar ook van de eigenschappen van de aanvaller.
hoe goed is de aanvaller? En dit onderdeel van de Factor Analysis of Information Risk was een belangrijk deel van de inspiratie om inderdaad in ons navigatiesysteem te gaan kijken naar het apart modelleren van de aanvaller en zeg de inbraakwerendheid. Nou, wat is dan risico uiteindelijk? Hoe vaak kan ik een aanval verwachten? Hoe kwetsbaar ben ik? En hoe groot is de schade als het misgaat? En dit is allemaal geen rocket science. Dit hebben een heleboel mensen paraat als je het vraagt. Misschien in iets andere termen. Maar waar het om gaat is het uit elkaar trekken van de kwetsbaarheid. De inbraakwerendheid en de eigenschappen van de aanvallen. En dan kun je uiteindelijk zeggen, oké, als ik nou een maatregel neem, dan neemt mijn inbraakwerendheid op dat gebied toe. Kan dat technisch zijn of dat kan op het gebied van mensen en awareness zijn. Dan kun je met behulp van dit soort analyses proberen uit te rekenen, oké, hoeveel neemt mijn risico af als ik deze maatregel neem? Hoeveel kost die maatregel? En dus in hoeverre is het een zinvolle maatregel? Het idee wat wij in Trespass ontwikkelen is dus een navigatiesysteem voor cyberattacks. Dat komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. De ideeën daarvoor, de basis daarvoor, is gelegd in het VISPR-project aan de Universiteit Twente. Dat was een STW-project. En daar zijn een aantal AIO's bezig geweest met het in feite op één noemer brengen van die digitale, fysieke en sociale aspecten van cybersecurity. En als illustratie van die achtergrond van het project wil ik één item even bespreken. Dit heeft ook de media gehaald op een gegeven moment. En dat is het experiment Stealing for Science, is het wel genoemd in de media, waar we studenten laptops hebben laten stelen. En hoe deden we dat dan? In feite werd aan medewerkers van de Universiteit Twente gevraagd of ze mee wilden doen aan een experiment met om de gebruiksvriendelijkheid van nieuwe laptops te testen. Dus die mensen kregen een laptop in bruikleen via een contactpersoon. Dus de custodians zijn de mensen die de laptop hadden. En vervolgens werden studenten als penetration testers erop afgestuurd om die laptops voor ons terug te stelen. Die studenten kwamen met allerlei rare scenario's. En daar moesten we uiteindelijk uiteraard eerst even naar kijken of dat enigszins door de beugel kon. Er werden ook in sommige voorstellen mensen voor een fake meeting naar Amsterdam gestuurd. Vanuit Twente dus, hè. Dat vonden we toch niet zo'n heel goed idee. Maar er werden dus allerlei scenario's bedacht om die laptops terug te halen. Via schoonmaaksters, via conciërges, noem maar op. Dit was de conciërge die de deur voor de studenten openmaakte. En vervolgens ook nog hielp met het zoeken naar de sleutel van het Kensington-slot. Dit was een scenario waarin de studenten zeiden van er zit een virus op die laptop, wij zijn van ICT, we moeten hem even meenemen. Dit was een scenario waar de schoonmaakster de deur had opengemaakt en waar de studenten een tang bij zich hadden om het Kensington-slot door te knippen. Dat was overigens het enige wat ze mochten beschadigen. Daar kun je allerlei leuke dingen over zeggen in termen van welke scenario's er bedacht waren en welke scenario's wel of niet succesvol waren. Over het algemeen de scenario's waarin mensen gemanipuleerd werden, waren vrij succesvol. Ik wou nu niet in detail op die resultaten ingaan, maar dit experiment heeft ons wel geholpen om na te denken over wat betekent cyberveiligheid nou als je ook die fysieke en sociale aspecten wil meenemen. Want uiteraard, als je het hebt over machtige organisaties die willen spioneren bij jouw organisatie, dat soort organisaties zijn ook in staat om een nep loodgieter bij jou langs te sturen die misschien wat informatie komt halen. Met andere woorden, wat is er zo bijzonder aan de intentionele dreigingen, de advanced persistent threats, als je ze zo wil noemen. In de
de aanvallers passen zich aan hoe jouw systeem in elkaar zit. Die aanvallers denken na over hoe kom ik daar op de makkelijkste manier binnen. Die aanvallen kunnen bestaan uit verschillende stappen. Eerst de schoonmaakster vragen om de deur open te doen. Vervolgens met een bolt cutter het Kensington-slot doorknippen. En uiteraard moet je dan ook nog op de een of andere manier zinvolle informatie van die laptop vandaan halen. En als je maatregelen neemt, dan aan de ene kant zal zal je systeem sterker worden, maar de aanvaller zal ook zijn strategie mogelijkerwijs weer aanpassen. Als je route A dicht timmert, dan neemt de aanvaller misschien route B. Hey, wacht eens even. Dat klinkt als navigatiesysteem. Als weg A dicht is, omdat er werkzaamheden zijn of omdat er een ongeluk is gebeurd, ja, dan stuurt het navigatiesysteem je via route B. Met andere woorden, kunnen we een soort navigatiesysteem bouwen om inderdaad dit soort dingen door te rekenen. Met andere woorden, navigatie vanuit het perspectief van de aanvaller, om te zorgen dat je als verdediger een idee krijgt welke maatregelen het beste werken. Marietje Schaken noemde ook al het aspect van dual use. Met andere woorden, kan als je zo'n systeem bouwt, gaan de aanvallers dat niet voor hun eigen doeleinden gebruiken. Dat is een vraag die we regelmatig krijgen. Wij gaan ervan uit dat de verdediger, en dit is eigenlijk het Kerckhoffs-principe wat al tijden geldt in de crypto. Het systeem mag openbaar zijn, maar de informatie, de sleutel die je hebt, is eigenlijk alle informatie die je tot je beschikking hebt over je eigen organisatie. En uiteraard kan een aanvaller ook veel te weten komen, zeker als het een insider is. Maar in principe is het idee dat het redeneren vanuit een perspectief van de aanvaller vooral voor de verdediger zinvol is, omdat hij meer kennis heeft over het systeem. En uiteraard redeneren de aanvallers ook omgekeerd. En criminele organisaties doen dat ook gewoon. Die kijken toch al vanuit dit perspectief naar jouw organisatie. Ook zonder tools. Dit was dus eigenlijk de inspiratie voor het Trespass-project, waar we nu mee bezig zijn. En een heel snel lijstje van feiten. We zijn hier in november 2012 mee begonnen. Het voorstel is januari 2012 ingediend. Het valt onder het Europese zevende kaderprogramma, afdeling ICT. Totaalbudget is 13,5 miljoen, waarvan 10 miljoen Europese subsidie, 17 partners. Pieter Hartel is de coördinator. Ik ben wat dan heet technical leader. En de deputy technical leader is Christian Props van de TU Denemarken. Voor de volledigheid het lijstje partners. We hebben van alles en nog wat. Grote bedrijven, kleine bedrijven, universiteiten. Merk op dat er een vrij structureel, substantieel deel Nederlandse partners in zit. Als ik het snel genoeg zie. En dat maakt dat dit project ook vanuit Nederlands perspectief een heel interessant project is binnen het 7e kaderprogramma, juist omdat er zoveel Nederlandse partners in zitten. Nou, wat doen we dan in dat project? En dan ga ik toch even terug naar een stukje geschiedenis in het cybersecurity risicomanagement. En dat gaat terug tot Bruce Snyder in 1999. In de safety-wereld, dus niet security, maar safety, werden al heel lang fault trees gebruikt om te kijken hoe systemen kunnen falen. Dus als er een onderdeel kapot gaat, wat betekent dat dan voor het systeem als geheel? En daar werd ook aan gerekend. En Bruce Snyder dacht, dat kunnen we ook voor security wel doen. Dus attack trees. En in attack trees wordt in feite al vanuit het perspectief van de aanvaller geredeneerd. Namelijk, de aanvaller heeft een doel, in dit geval een kluis open krijgen. En hoe zou de aanvaller dat nou kunnen doen? Nou, hij kan een lockpicking doen, hij kan de combinatie proberen te leren, hij kan hem opensnijden. Of hij kan zorgen dat hij in de eerste plaats verkeerd geïnstalleerd wordt. En dan zijn er weer verschillende manieren om die combinatie te leren. En uiteindelijk is het soms ook mogelijk dat om een bepaalde weg te bewandelen er meerdere acties nodig zijn. In dit geval in het voorbeeld van Bruce Snyder, om te luisteren, de combinatie af te luisteren,
moet je naar het gesprek luisteren en zorgen dat iemand ook daadwerkelijk die combinatie noemt in dat gesprek. Ik zeg niet dat dit een briljant voorbeeld is, maar het is aardig omdat dit het voorbeeld was wat Bruce Snyder in zijn eerste voorstel gebruikte. En hier kun je ook een beetje aan gaan rekenen. En je kunt beginnen met iets heel simpels, namelijk aangeven welke acties van de aanvallen je denkt dat mogelijk of onmogelijk zijn. Bijvoorbeeld in dit geval, we denken dat het afluisteren van een gesprek wel mogelijk is, maar dat het onmogelijk is om te zorgen dat iemand in dat gesprek daadwerkelijk de combinatie noemt. Dat kun je voor alle leaf notes, dus voor alle uiteinden van de boom kun je dat doen. En dan is het aardige dat je dat omhoog kunt doorrekenen. Als deze mogelijk is en die is onmogelijk, en je moet ze allebei doen om te kunnen afluisteren, ja, dan is het afluisteren dus ook onmogelijk. Ironisch genoeg zat er nog wel een foutje in de versie die Snyder in zijn paper had staan. Dus dat hebben we even gecorrigeerd. Merk op dat dit dus, dat je hier die annotaties met mogelijk of onmogelijk alweer afhankelijk zijn van zowel je eigen inbraakwerendheid als van de capaciteiten van de aanvaller. Want het kan best zijn dat je denkt voor een stel dat je concurrent je snode plan uit de kluis wil stelen, dat je denkt van, dat kan die niet. Of hij kan bepaalde dingen niet doen. Bijvoorbeeld lockpicken. Dat kan die niet. Maar ja, dan hebben we in één keer de NSA die achter ons aan zit. En misschien moeten we het dan wel anders doen. Met andere woorden, of iets mogelijk is of onmogelijk is, hier wordt het als één simpel iets gezegd van, ja, dit is voor mijn systeem mogelijk of onmogelijk, maar het hangt wel van je aanvaller af. En dat zie je hier niet in terug. Hetzelfde als je gaat kijken naar de kosten van een aanval. Dus wat zijn de kosten voor een aanvaller om iets voor elkaar te krijgen? Je zou het ook over de tijd kunnen hebben in plaats van de kosten. Dan zit je weer wat dichter bij die inbraakwerendheid. Denk de 3 minuten. Maar ook hier geldt weer, ja, van kosten voor welke aanvallen. Misschien is het voor een hele geavanceerde aanval veel goedkoper dan dit. Maar op deze manier kun je dus al denken vanuit het perspectief van de aanvallen. En dit is dus in feite al het begin van het idee van een navigator. Maar het kan allemaal veel geavanceerder. En een partner in ons project Cybernetica uit Estland, die hebben heel geavanceerde manieren om hierover na te denken. En dit is dus één zo'n bolletje uit de attack tree. Hè. Dit is niet zelf een tree, dit is één bolletje. En daar zit in kosten voor de aanval, kans op succes, kans om ontdekt te worden als het wel lukt, kans om ontdekt te worden als het niet lukt, opbrengsten als het lukt en straf als je gepakt wordt. En op deze manier kun je dus alweer veel geavanceerder gaan rekenen aan die bomen. Maar hoe kom je nou aan zo'n boom? Hoe kom je aan zo'n attack tree? Hoe bedenk je dat een aanvaller om de kluis open te krijgen al deze dingen kan doen? Ja, dat gaat toch meestal met de hand. Je zet een paar mensen bij elkaar, je gaat een beetje brainstormen en je hoopt dat je de boel een beetje afdekt. Met andere woorden, doelen identificeren voor de aanvaller, manieren identificeren en eventueel delen hergebruiken als het vaker als er bepaalde acties op meerdere punten in de boom voorkomen. Maar dat zou toch handiger moeten kunnen? Want als we enig idee hebben van hoe ons systeem in elkaar zit, kunnen we dan niet op basis van een doel van de aanvaller automatisch manieren bedenken, laten bedenken, waarop die aanvaller iets kan doen. En in feite is dat vanuit een meer technisch oogpunt het ongeldig maken van policies. Met andere woorden, aanvallen zijn gedragingen die een of andere eis ongeldig maken. Bijvoorbeeld dat mensen buiten organisatie niet bij onze verkoopgegevens moeten kunnen komen. Of dat het minimaal zo lang duurt of een bepaald bedrag kost. En als wij gedrag kunnen genereren dat uiteindelijk die eisen ongeldig maakt, dan hebben we aanvallen.
En dat kunnen we doen met behulp van de kaarten van ons navigatiesysteem. Dus als wij een kaart hebben van de organisatie, in dit geval gaat het over een remote payment systeem. Ja, er zijn allerlei, er is een bank, er is een huis, daar staat een set-top box waarmee via de tv betaald kan worden, dus de remote, et cetera, et cetera. Er zitten ook mensen in. En als je zo'n kaart hebt en je weet waar de aanvaller in geïnteresseerd is, dan kun je paden genereren, waarmee je in feite routes genereren, waarmee de aanvaller bij zo'n doel komt. En dat is in feite dan uiteindelijk weer een boom. Met andere woorden, je kunt de aanvaller laten, en dit is weer een ander voorbeeld waarbij de aanvaller een gebouw wil binnenkomen, maar hij heeft geen sleutel. Dan kan hij een USB-stick laten slingeren die door een medewerker wordt opgepikt en die uiteindelijk een PC infecteert, zodat de aanvaller bij de gegevens kan komen. Dit is een heel simpel voorbeeldje. Uiteindelijk is het uiteraard de bedoeling dat dit ingewikkelder wordt. Bijvoorbeeld door kaarten van de organisatie te importeren uit tools voor enterprise architecture die toch al gebruikt worden. Zoals Archimate. En BizDesign, een van onze andere partners, heeft hier veel ervaring mee. Dus je kunt dan op basis van een enterprise architecture die je toch al hebt, een kaart voor het navigatiesysteem genereren, zodat je aanvalscenario's kunt afleiden. Maar als je dat niet hebt, dan werken onze visualisatie-experts bijvoorbeeld met stakeholders, met Lego, om kaarten te maken. En hier zie je wederom, dit is wederom hetzelfde systeem. De aanvaller staat hier, geloof ik. Het is een beetje moeilijk te zien, maar dit is ook weer in feite hetzelfde systeem. Dit is eigenlijk gewoon dit, maar dan anders. En dit snappen stakeholders, dus die bouwen dit gewoon, die bedenken zelf kleurtjes. Dit zijn overigens de Archimate kleurtjes die je hier ziet, maar die bedenken zelf dingen met dit soort torentjes. Als er meerdere, dat bijvoorbeeld de roze hoedjes control strength aangeven, en als er meer roze hoedjes op zitten, dat het dus beter beveiligd is. En het is fantastisch om te zien hoe dat werkt. Maar het basisconcept blijft dus, je bouwt een kaart en je gaat bedenken hoe routes op die kaart tot aanvallen kunnen leiden. En als je dan veel meer de wiskunde induikt, dan kun je vanuit eigenschappen van je aanvaller, dus aannames over wat wil de aanvaller, wat is zijn vaardigheden, budget, tijd, dus eigenlijk de gereedschapsset A, maar dan voor cyberattacks, wat zijn dan zinvolle strategieën voor de aanvaller? En wederom, en we zijn erg blij dat we de design studio Lust uit Den Haag in ons consortium hebben, die dit soort dingen allemaal op briljante wijze weten te visualiseren. Dus dit is eigenlijk weer een tech tree, maar nou dus veel mooier weergegeven met interessante paden, gehighlight. En dit is een andere manier om de scenario's neer te zetten. En uiteindelijk wil je dat dus allemaal dan doorrekenen met de kosten voor de aanvaller en wat voor de aanvaller interessant is. Zodat uiteindelijk je kunt zeggen, als ik nou mijn systeem verander, als ik de kaart van mijn organisatie verander en ik maak bepaalde paden moeilijker, dat de aanvaller er langer over doet om via die route er te komen, wat heeft dat dan voor effect? Heeft het überhaupt effect? Of kan ik verwachten dat een geavanceerde aanvaller dan gewoon een andere route kiest? En dat is dus het verhaal van het optimaliseren van verdedigingen. En dit ding wat je hier ziet is iets wat we in een ander experiment aan de UT gebruikt hebben. Waar mensen gevraagd zijn om hun nieuwe elektronische sleutel af te geven, omdat er iets mis mee zou zijn en het ding gerepareerd zou moeten worden. En uiteraard, wat min of meer te verwachten is, mensen die een interventie hebben gehad, onder andere in de vorm van deze sleutelhanger, zijn minder geneigd om hun sleutel af te geven. Wat we nog steeds niet hebben gedaan, ik heb het raamwerk van attack trees geschetst. Ik heb aangegeven hoe je attack trees automatisch kunt genereren. Het concept van een navigator. Maar in die attack trees zag je dus eigenlijk nog steeds dat het model van je aanval impliciet was. Mogelijk, onmogelijk, kosten, maar hangt allemaal af zowel van je systeem als van de aanvaller.
Met andere woorden, als je nou een meer geavanceerde aanvaller hebt, wordt het dan niet makkelijker. En op basis van die aanvallenmodellen, we noemen het wel plug-and-play attackers. Hè, dus het is je stopt gewoon een andere aanvaller in je model en er komt een ander risico uit. Kunnen we daar nou analyses voor doen? En dit is wederom een heel simpel voorbeeldje. Je ziet hier weer een attack tree. Maar nu zie je hier ook een profiel van de attacker erbij. Die heeft een bepaald budget. Die heeft een bepaald skill, gereedschap zou je ook kunnen denken. En hij heeft bepaalde tijd tot zijn beschikking. In dit geval orde grote dagen. En hier zijn de aanvalstappen weergegeven met eventueel kosten en de control strength. En het idee hier is dat als de aanvaller, als zijn skill lager is dan de sterkte van jouw verdediging, nou, dan kan hij bepaald iets niet doen. Als het budget niet toereikend is voor de hele aanval, hè, dus alle stappen opgeteld, dan krijgt hij het ook niet voor elkaar. Dus als je dan eraan gaat rekenen, dit is dus de gereedschap set A, dan vallen er bepaalde mogelijkheden weg. En wat je ook ziet is dat je hier dan uiteindelijk ook iets over de kans op succes kunt zeggen, die dus ook afhankelijk is van hoe goed de aanvaller is. De kans dat het de NSA lukt om binnen te komen is hoger dan de kans dat het een script kiddie lukt. Rond dit thema hebben we in het project al een aantal dingen neergezet. Het concept van Attack Navigator zelf natuurlijk. Het redeneren met expliciete profielen van de aanvaller. En dus ook plug-and-play profielen. Dus je kunt je risicoanalyse gewoon doen voor een andere aanval en dan komt er iets anders uit zonder dat je verder iets hoeft aan te passen aan het model van je systeem. Op basis van dit idee hebben we uiteindelijk ook het concept van kwantitatieve penetration tests ontwikkeld, waar je dus ook inderdaad weer gaat kijken naar de tijd en de tijd die penetration testers erover doen. Maar daarnaast ook werken met ratings van de penetration testers. Zodat als een hele goede penetration tester bij jou in 2 uur binnen is, dat je een andere uitslag krijgt dan wanneer een iets minder goede penetration tester in 2 uur bij jou binnen is. Als iemand daar verder over wil praten, dan kom alsjeblieft naar me toe. Want we willen daar nog wel eens wat tests mee doen. En uiteindelijk willen we dus bereiken dat we zinvolle decision support systemen hebben voor het investeren in cybersecurity. En dat kun je natuurlijk voor allerlei contexten doen. We hebben 3 case studies in het project. Maar er is uiteindelijk natuurlijk veel meer mogelijk. En niet alleen op het niveau van organisaties, maar wellicht ook op het niveau van landen. Dus, welke investeringen zijn zinvol? De link tussen cybersecurity en risk management, adaptieve aanvallers en modellen daarvan, en het Navigator concept. Dat is het idee van het Trespass project. En dus vooral niet investeren in maatregelen die onmogelijk zijn of onmogelijke doelen proberen te bereiken. Dankjewel. Zijn er vragen? Ja. Klopt. Ja. We hebben bewust de keuze gemaakt om dat niet ook nog, juist omdat het zo ingewikkeld is. Hè, impact bepalen is een heel onderzoeksgebied aan zich. We hebben er bewust voor gekozen om daar in dit project niet op in te gaan. Dus hier echt kijken naar de kant van de kwetsbaarheid, zeg maar. Maar uiteindelijk zul je er natuurlijk wel naartoe moeten dat je iets over die impact zegt. Wat je ook nog mee te maken krijgt, is dat vanuit aanvallersperspectief die impact misschien heel anders is dan vanuit het perspectief van de organisatie. En dat is iets waar we wel naar zitten te kijken, van hoe gaan we daarmee om. Als je een terroristische aanvaller hebt, als je een cyberterrorist hebt,
die is in principe gewoon alleen maar geïnteresseerd in het toebrengen van zoveel mogelijk schade. Dat betekent dat de impact voor de organisatie, de negatieve impact voor de organisatie, in feite gelijk is aan de positieve utility voor de aanvaller. Dat is het simpelste geval, dan heb je in feite wat dan heet een zero-sum game. Maar het kan ook zo zijn dat een aanvaller geïnteresseerd is in het binnenhalen van spioneren. Dus, en dan kan het zo zijn dat de schade voor je organisatie die ontstaat door spionage misschien anders is dan wat het waard is voor de aanvaller. Nou, dat is iets waar je dan wat je ook zou moeten meenemen. Dus dat is iets waar we op zich wel in geïnteresseerd zijn. Maar aangezien de impact bepalen op zich al een hele ingewikkelde vraag is, proberen we dat niet ook nog te doen, want dan verspint het onze effort te veel. Mm-hmm. Dat klopt. Alleen we kunnen niet alles doen binnen het project. Misschien is het inderdaad aardig om een vervolgproject wat meer naar die impactkant te gaan kijken. Voor nu nemen we aan dat daar methoden voor zijn om dat te bepalen. En nemen we dat mee in onze analyse. Het concept wat wij nu hebben, focust vooral op die kwetsbaarheidskant. Gegeven de complexiteit van systemen, de netwerken, medewerkers die ergens anders zitten, hoe kun je dan uiteindelijk komen tot één waarde, één kans? En kun je daar bijvoorbeeld Bayesian Networks voor gebruiken? Zeg ik dat goed? Ja. We kijken in het project naar drie case studies. Eentje is zeg maar het payment systeem wat ik net al even noemde, waarbij ouderen vanuit huis via hun tv betalingen kunnen doen. Daar zitten ook allerlei sociotechnische risico's aan in termen van mensen die mogelijk daar de boel willen manipuleren en zorgen dat het geld op hun eigen rekening terechtkomt. We kijken, en dat is misschien het meest interessante vanuit complexiteit oogpunt, naar cloud infrastructuren. En IBM Research in Zurich is daar met name bij betrokken. En als laatste de fraude met telecommunicatiediensten, waarbij je op allerlei slinkse wijze geld zou kunnen verdienen aan mobiele abonnementen in slimme combinaties met prepaid kaarten, waardoor je er uiteindelijk als aanvaller beter van wordt en de telecomprovider schade leidt. Het zijn drie heel verschillende cases. Het idee is dat je uiteindelijk, zelfs in dit soort complexe netwerken, een inschatting kunt maken van op basis van het model van je aanval, want dat proberen we dus te doen, hoeveel risico je loopt en dus inderdaad hoe je wat het effect van maatregelen is. Die case studies, we zijn nu anderhalf jaar bezig. Die case studies moeten we de resultaten nog van binnen krijgen. Dus ik kan op dit moment niet precies zeggen. Uiteindelijk is het een kwestie van schaalbaarheid. Hoe groot mag je model worden zonder dat het onhaalbaar wordt om het door te rekenen? Ik denk dat het centrale probleem is. Er zijn verschillende methodes die daarvoor gebruikt worden. Bayesian Networks zijn we op dit moment nog niet mee bezig. Vanuit mijn rol in TU Delft weet ik wel dat de Safety Science Groep daar ervaring mee heeft. En ik denk zeker dat we daar in de toekomst iets mee willen gaan doen. De vraag of je er uiteindelijk één getal uit zou moeten krijgen, dat hangt er ook vanaf waar je in geïnteresseerd bent. Het kan ook zijn dat je juist
verschillende mogelijke scenario's in feite wil ranken. Zodat je er niet één getal uit krijgt, maar een soort prioritering. Meer nog dan getallen, dat je een prioritering eruit krijgt van dit zijn de belangrijkste scenario's. Of dit lijken de meest zinvolle scenario's te zijn voor de analyse. Is dat enigszins een antwoord? Ja. Oké. Ja. Wat zei je als eerste? Gereedschaps. In zekere zin is het voorbeeldje van de gereedschapskist was met name bedoeld om te laten zien dat je iets moet zeggen over wat je verwacht van de aanvaller om te kunnen zeggen hoe veilig je systeem is. Je zou kunnen proberen, in die zin heb ik daar nog niet heel duidelijk over nagedacht, je zou kunnen proberen om echt ook een expliciete gereedschapsset in termen van tools te definiëren voor cyberattacks. En welke tools zijn er? Volgens nog zijn we niet echt die richting opgegaan, maar proberen we meer iets te zeggen over hoeveel budget mag ik verwachten dat een aanvaller heeft. Kan ik iets inschatten over een vaardigheidsniveau ten opzichte van de sterkte van bepaalde controls. Dus volgens nog zijn we niet echt de kant op gegaan, maar ik vind het best een aardig idee. Zou je eens over moeten nadenken of je echt die toolset kunt definiëren analoog aan de inbraakwerktuigen. Maar ik ben het met u eens dat in de cyberwereld misschien dat nog wel weer een stuk ingewikkelder is dan in de fysieke wereld om daar om die gereedschapset A of gereedschapset B, om daar de zinvolle definities van te geven. Maar ik denk wel dat het misschien een poging waard is. Volgens nog kijken we dus meer naar de traditionele waarden, de getallen die toch al bij de tech trees gebruikt werden, de kosten en de kansen. En proberen we van daaruit te redeneren, maar die uit te splitsen naar aanvaller- en verdedigingseigenschappen. Hoe je daar precies zo'n toolset, een expliciete toolset in zou moeten verwerken, moet ik nog eens goed over nadenken. Maar ik vind het wel een leuk idee. Ja. Ja, ja. Het zou je ook kunnen doen. Het ligt natuurlijk voor de hand om bij bepaalde encryptiemethoden ook iets te zeggen over de tijd die je, de verwachte tijd om die nodig is om het te kraken. Dat in feite is dat goed mogelijk. Maar ook daar geldt inderdaad dat de verwachte tijd weer afhankelijk is van de beschikbare computerkracht. Dus ook daar krijg je weer dat in zekere zin de dreiging toeneemt naarmate de computerkracht toeneemt. En dat met hetzelfde niveau van beveiliging, dat dus naarmate de dreiging toeneemt, dat je kwetsbaarder wordt, ondanks dat je in feite dezelfde beveiligingsniveau hebt. Dus ik zie dat als een ander voorbeeld van inderdaad een veranderde dreigingscontext. De vraag is of je het inderdaad meeneemt hoe lang het duurt voordat het wordt opgemerkt. Ik heb even laten zien dat onze Estse partners van Cybernetica al wel kijken om de kans op detectie mee te nemen. Of de kans om gepakt te worden. Voor zover ik weet, maar ik durf het niet met 100% zekerheid te zetten, voor zover ik weet, is er binnen het project nog niemand die inderdaad dat specifieke aspect meeneemt. Dus de hoe lang het duurt voordat het ontdekt wordt. Maar dat zou inderdaad wel een aardige uitbreiding kunnen zijn, omdat het natuurlijk ook weer effect heeft op het is ook weer gerelateerd aan de impact inderdaad, van hoe langer het duurt voordat het ontdekt wordt, hoe groter de mogelijke schade is. Het grote probleem met dit soort analyses, of een van de grote problemen, is dat er op een gegeven moment zoveel afhankelijkheden ontstaan tussen de verschillende eigenschappen die je wil meenemen, dat het heel moeilijk te berekenen wordt. Voorbeeld, in de standaard
rekenregels voor attack trees, neem je aan dat alles onafhankelijk is. De kosten zijn onafhankelijk van de kans op succes. En dan kun je alles netjes van beneden naar boven doorrekenen in die bomen. Dus je begint gewoon beneden en je rekent door omhoog. In het raamwerk van Cybernetica, waarin ze dus en de kosten en de kans op succes meenemen, en dat allemaal in één raamwerk, komt men er dus achter dat het netjes van beneden naar boven doorrekenen van die bomen niet meer werkt. En dan moet je dus in feite de boom als geheel beschouwen in je berekeningen, maar dat betekent dat je berekeningen veel complexer worden. En dan moet je gaan optimaliseren, dan moet je genetische algoritmen gaan gebruiken. En we zitten hier in een niet-technische track, maar dan wordt het dus technisch gezien veel ingewikkelder om het allemaal te gaan berekenen. En dan kan het dus ook zo zijn dat je voor grotere modellen, grotere kaarten er niet meer uitkomt.